Yo mensen, ik ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. Voor vandaag heb ik een vlog en zoals jullie achter mij al kunnen zien aan deze mooie ingang zijn we bij de Singapore. En ik zeg we, want ik ben hier niet alleen. Ik ben hier samen met mijn kleine zusje die jullie daar zien. Met mijn lieve mama en met Thomas. Meneer, ja, die hebben jullie al lang niet meer gezien eigenlijk, hè? Hey! En het is vandaag echt heel erg warm. Maar ja, we gaan een leuk dagje beleven op de Singapore. Als je het terrein opkomt, via de hoofdingang kom je direct uit op het reuzenrad. Die staat hier elk jaar, ja, op zijn vaste plaats een beetje is het geworden ondertussen. Roer Royal, als ik me niet vergis. Ja, daar staat het, Roer Royal. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is een reuzenrad. Het is een reuzenrad. Dan komen we aan bij Shaker. Echt een hele mooie attractie is dit. Vandaag 5 euro per rit. Dan komen we aan bij Eclipse. Die hoogstwaarschijnlijk nog steeds zonder gondelrem draait, als ik me niet vergis. Ik ben ook Cyril van de kermisgast tegengekomen die jullie onlangs nog hebben kunnen zien in een Bobbejaanland vlog. Klik op de i in de rechterbovenhoek om die te bekijken. Dat was een zeer leuk dagje. Ja, ja. En vandaag gaan we er ook sowieso een leuk dagje van maken. Sowieso, hè. Ja. We gaan vandaag in de topscan voor de allereerste keer. En ik ga ook mijn allereerste ritje in Tiki Party doen. Oh, echt? Top die. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik sta hier nu bij de Seasternbaan. Die een nieuwe soort van fontein in het midden heeft. Ja. De drukte valt mee. Maar het zonnetje schijnt natuurlijk en dat is super. Ja toch? Dat het zonnetje schijnt. Dat het zonnetje schijnt. Ja. Achter mij staat het Funhouse. Paripofolie, zoiets twee. Het heeft twee etages ook. Ik ben er nog nooit in geweest. Heb jij deze ooit al eens gedaan, Cyril? Ja, in Leuvenburg, ja. Nou, en wat vind je ervan? Het is een leuk funhouse, maar net iets te duur voor. Ja. Voor wat het is, net iets te duur voor wat het is. Ja, dat kan wel eigenlijk. Dit is wel een hele mooie front, vind ik. Zeer mooi. Ja, en binnenin ook leuke elementen, dus dat is ook top. Nou. Zoals jullie zien zijn we aangekomen bij Wild Mouse van Bufkens. Eentje met een heel mooi kleurschema vind ik. En wat ik ook heel leuk vind zijn zo, ja, deze randjes die ze eraan hebben gedaan. Echt een mooie achtbaan vind ik. Ja toch? Wild Mouse. Geen achtbaan, Wild Mouse. Ja, Wild Mouse, ja. En aan de overkant vinden we XXL terug. Die voor 5 euro draait. De zon doet heel kut, ik weet het, mijn excuses daarvoor. Maar ja, wij gaan denk ik doorlopen naar topscan die jullie daar al zo wat tussen zien. En dan hier aan het einde van de eerste straat heb je om de hoek Cyril, maar ook topscan. Welcome to the main event! Let's get ready to rumble!
Wij komen dus net uit Topscan voor de allereerste keer in mijn leven dat ik een Topscan heb gedaan. Ja, dit is jouw tweede Topscan die je hebt gedaan? Ja. Ja. En wauw, mensen, wat een machine. Dit is een grote aanrader. Hij is zijn 5 euro volledig waard. Hij draait een heerlijke riet. Het was echt een heerlijke ervaring. Ja, je moet gewoon naar hier komen, Singapore. Waarschijnlijk tegen dat hij online staat, is hij er al niet meer. Hopelijk komt hij volgend jaar terug op deze kermis op Singapore. Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou zeer mooi zijn, want dan ga ik er ongetwijfeld nog meer in. Wat vond jij ervan, Cyril? Oh, ik vond het geweldig. Ja, het was echt. Om wel 6 jaar eindelijk nog zo'n makkelijk ding te kunnen stappen. Ah. Oh. De vraag is, is deze beter dan Dropso? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, daarvoor moet je meer doen. Ze zijn allebei fantastisch. Ja. Maar misschien is het ook gewoon te lang geleden dat je Dropso nog hebt gedaan. Dropso ging net iets harder op de turbo en gaf iets meer. Ah, oké. Maar deze is wel echt fantastisch. Echt een lekker rietje, mensen. Kom hem gewoon uittesten. Dropso op de Singapore. Dropso? Dropso? Ik bedoel natuurlijk Topscan. Hier zijn we bij Walking Dead, wat blijkbaar een nieuwe spookhuis is. Is het een loopspookhuis? Ah, het is een loopspookhuis. Dus ja, het kan je altijd komen uittesten. Geen idee of het open is. Van de ene nieuwe attractie rechtstreeks naar de andere nieuwe attractie voor deze kermis. Dit is Top of the World. Een soort van Starflyer. Ik weet niet door welke deze gebouwd is. Jij waarschijnlijk wel. Fabri Starflyer. Ja, het ziet er mooi uit, vind ik wel. En de prijs ervoor is... 5 euro, normaal. 5 euro. Ja. En als we dan even doorlopen, hebben we toch nog steeds onze Belgische trots. De topmode van België, de reizende discotheek. Dit, mensen, is Double D Decadence. Hoppa! Heeft deze attractie alles? Firefun, confetti, stroboscopen. Alles wat je maar kan bedenken, deze attractie heeft het gewoon. Decadence is een fantastische luide molen. Met een heel goede sfeer. En jongens en meisjes, eenders welke pretparkdreker kan hier gewoon niet tegenop. Dit is klasse, dit is geweld en dit is kermis. Dit is gewoon mooi om te zien. Ja toch? Ja, heel mooi. Het was echt heerlijk. Het is misschien een beetje warm, maar ja, hij straalt ook. Nee, echt nog warmer nu. Ja, kijk deze molen, hij straalt goed. Dit is hoe kermis hoort te zijn, dit is perfectie. Decadence van Verwijk en Bufkes, echt een topattractie. En de Air Max is ook weer van de partij. Steeds op dezelfde plaats, steeds dezelfde riet, steeds dezelfde prijs. Dus ja, daar gaan we ook niet in. Scooterbaan kan ook nooit ontbreken. Want vannacht. En aan de overkant vinden we Cakewalk. En hier is, als ik me niet vergis, de hoogste attractie van deze kermis dit jaar. De turbine van Heibloem, die hier ook wel al jaren aan een stuk op dezelfde plaats staat. Wat, heb je er nog wat aan toe te voegen? Die vraag van die. Ja? Hoogtepunt van 365 meter. Hoogtepunt van 363 meter. Oh. Nou oké, tweede hoogste attractie dan. Bedankt voor... Beter, maar bedankt, Cyril. Dat bovenaf. Ja. Veel plezier, hè? Ja.
Factory. Met de magere hein die nu niet werkt. Hier zien jullie take-off een beetje beter. Met mooie kruisen van Sat. 2 jaar geleden of 1 jaar geleden vernieuwd, dat weet ik niet meer. Maar wat... 1 jaar verleden, zegt Cyril. Maar wat ook vernieuwd is, en dit is zeer recent, is de middentop. En ja, het ziet er mooi uit. Ja, een beetje speelslettertype. Het enigste vind ik nog is gewoon de achterwand. Vernieuw die even. En daarachter is het weer een mooie topzaak. Want de rittenmensen, die zijn vaak erg krachtig en erg goed. Zijn we voor de kermis gewoon een rondje aan het lopen. En straks gaan Cyril en ik nog in Tiki Party gaan en in die topscan. Oh, zo'n topscan. Ja, echt zin in ook. Hier staan we voorbij het glazen huis. Ja, glazen dorp. Hoe noemt die naam ook alweer daarvan? Ons glazen doorloop. Ja. Crystal Palace. Nee, dat is de andere. Oh, dat is de andere. Nou ja, ach, in ieder geval, maakt niet uit. Maakt niet uit. Wij zijn nu bij de Polyp. Wat? Burger City is weg. Wat? Burger City. Ik sta hier normaal gezien. Oh, een burger tent die weg is. En ja, Polyp. Altijd een mooie attractie geweest. Dortremont. Van Dortremont, inderdaad. Altijd leuke ritten. Vroeger sloeg ik hem nooit over. Maar ja, tegenwoordig doe ik hem veel minder vaak eigenlijk. En ik weet dat de belichting echt slecht is. Sorry mensen, het is zonnig vandaag. De zon schijnt echt fel. Ja, de Polyp. Wow. En toen waren we rond, mensen. Want we zijn terug bij Topscan. Terwijl mijn zusje in Elliot gaat, moeten we helaas afscheid nemen van Cyril, die nu helemaal in het donker staat. Dus ik ga hem een beetje draaien. Cyril, bedankt voor het rondje over de kermis te lopen. Bedankt voor het rietje Topscan te betalen. Het was echt een geweldige attractie. Ja. Mensen, abonneer even op de kermisgast. Linkje in de beschrijving. En in het rietje rechts. En in het rietje rechts, ja, oké, waarom ook niet. Ja, nee, echt een topkerel. Jullie zijn er voor meer kermiscontent zoals deze video. Moet je echt gewoon bij hem zijn. Echt, ja, gewoon super. Ja. Hey. Nou, later hè. Nou ja. Op naar ga jij voor de eerste keer hierin gaan? Veel plezier! Was het leuk? Was even op de knieën, was in het buik niet.
En wat kan ik van de Tiki Party zeggen? Hij is minder heftig dan ik dacht. Ik had gehoopt dat hij harder ging draaien. Dat hij heftiger ging zijn. Takeoff die daar iets verderop staat, is vele malen heftiger en krachtiger, vind ik. Wat vind jij ervan, Thomas? Ik vind het wel een goede attractie, maar... Ja, inderdaad. Het is een goede attractie, maar qua krachten is Takeoff beter. Hè? Ik denk dat we dat alle twee wel kunnen zeggen. En wij gaan nu door naar Topscan. Jij voor je eerste keer. Ik voor mijn tweede keer, want dat is pas een goede attractie, mensen. Dit ritje was zoveel heftiger als het eerste ritje. Het was echt perfect geworden. Wat vond jij ervan? Wat de beste attractie van België. Ja, dit is zeker en vast de beste attractie hier. Deze editie van de Sinsevoort. Maar dit is ook meteen het einde van de video. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Ja, zeker doen. Abonneren mag ook altijd. Daar zou je me super hard mee helpen. Dan kan ik meer hierin gaan, zeg maar, als jullie abonneren. Dus snel abonneren. Mijn zusje is er ook even nog bijgekomen. Ja. Vond jij het leuk vandaag, mama? Ja, amai. Ja. Maar wij weten, misschien dat je niet Wild Mouse dat bleef draaien. Ah, zijn jullie? Ja, dat is Wild Mouse. Die staat daar. Daar ben ik vandaag niet in geweest, die heb ik al vaak gedaan. Maar ja, dit is dus het einde van de video. Ik zie jullie bij een volgende video. Tot dan!